Goedemiddag iedereen, en vooral op zo'n rare, donkere, natte dag. Vandaag voor de 24ste van september 2024, dinsdag, hebben wij de Koningin van Zwaarden. De Koningin van Zwaarden representeert een alleenstaande moeder of vader, een alleenstaande persoon of een weduwe. Zo, so, je kan te maken hebben met een alleenstaande ouder. of er een ontmoeten. Zij representeert ook weegschaal. Uh, je kan, dit is weegschaal tijd of weegschaal persoon. Maar vergeet niet uh, Waterman, aangezien we de teken van Waterman hier hebben. En Tweeling. Zij gebruikt de zwaard en ze weet dat de zwaard aan allebei de kanten snijdt. Zo, is ze is heel voorzichtig in haar communicatie, maar wel direct en vlug. Ze gaat gelijk met de zwaard naar de middelpunt, de koor van het probleem of kwestie dat er nu bestaat. Zij probeert duidelijkheid, waarheid en transparantie te krijgen. We hebben hier de teken van uh, de derde uh, oogchakra. En laat je ideeën naar buiten komen. Misschien zoek je advies van een professionele iemand die voor overheden of instanties werkt. Of stichtingen zelfs. Dit kan ook de huwelijksambten zijn. Dit kan ook te maken hebben met autoriteiten, zoals ik al zei. Misschien zoek je advies met betrekking tot welzijn of een baan. En daar zijn de municipaliteiten voor. Die kunnen je helpen. Hier hebben we ook de teken van Uranus. Hier, deze teken. Dat betekent Uranus. En dat is de teken voor rebellion, tegen, te, de, tegen de strijd in te gaan. En daar is zij juist goed voor. Ook betekent het discipline. Sorry, nee, ehm uh, uh, revolutie. Zo misschien moet je um, voor, uh, voor jezelf opkomen, waardoor je misschien een advocaat of iemand nodig hebt die je bijstaat. De zwaarden staan ook voor communicatie en vergaren van kennis. Zo misschien moet je nog wel een tweede opinie hebben of meer um, informatie vergaren, zodat je de, tot je recht komt. En recht zal zegen vieren. We hebben een antwoord ja. Tot een situatie of een vraag. Ook hebben we de ridder van staven. Zo, het is dominerend met communicatie, kennis vergaren en gerechtigheid te krijgen. Hier heb je de ridder van zwaarden en die representeert alle luchttekens. Waterman, tweeling en weegschaal. Hier heb je de hartchakra. Zo open je hart om te ontvangen de waarheid. En ook om je emoties onder controle te houden. Hier hebben we de teken van Mars. En het mannelijke teken. Misschien ben je meer zakelijk en laat je je hart je hoofd niet beheren. En je hoofd niet je hart. Je blijft daadkrachtig in strijd. En vechten voor waar je in gelooft en de waarheid. En Gerechtigheid. Dit betekent ook actie. Mars is ook actie en energie. Je zal de energie hebben om je gelijk te halen of de juiste antwoord te bevinden. Weer hebben we Waterman, maar vergeet niet, deze is de beginners tarot en zo, het is niet helemaal juist, want alle drie de luchttekens worden gerepresenteerd door de ridder. Waterman is eigenlijk knecht. En het antwoord is: nee, zo wees zakelijk als je met autoriteiten te maken hebt of met officiële documentatie of situaties. Fijne dag nog.